We staan hier nu op de velodroom van Heusden-Zolder. De nieuwe trekpleister voor wielerfanaten in Vlaanderen. En deze bevindt zich vlakbij het circuit van Zolder. Voor dit project hebben we ons IP-gebaseerde omroep- en evacuatiesysteem Presensa aangeboden. Dit omroepsysteem werkt samen met een branddetectiesysteem. En in geval van brand of andere calamiteiten kan het publiek op een veilige manier geëvacueerd worden. Het is namelijk zo dat mensen kordater blijken te reageren op een gesproken boodschap in vergelijking met een klassieke sirene. De installatie kan bediend worden via een oproeppost aan de receptie. Op deze manier kunnen er boodschappen gestart worden of kan er live een omroep gedaan worden. Als fabrikant werken we samen met een netwerk van integratoren. In dit geval heeft Media Service België de integratie gedaan. Wij ondersteunen hen zowel bij design als uitvoering en eventueel bij configuratie en programmatie. Voor het project Velodroom hebben we eigenlijk gekozen tussen twee partners, dat is Audac en Bosch. Aangezien we met design en build bezig zijn, de twee partijen in een vroeg stadium erbij betrokken, zodanig dat zij een stuk advies konden geven aan ons toe. En ook ja, de nieuwe producten die op de markt zijn, ja, hoe wordt dat geïntegreerd, zodanig dat de twee systemen ook met elkaar kunnen communiceren. Een van de belangrijkste uitdagingen in het project was de koppeling van het audiosysteem dat voor de sfeerbeleving zorgt en het evacuatiesysteem. De integratie tussen branddetectie en evacuatiesysteem verliep heel soepel, aangezien ze beide van het merk Bosch zijn. We zijn dan ook bijzonder trots dat er gebruik werd gemaakt van ons materiaal bij deze realisatie. We zien dit als een erkenning in verband met de betrouwbaarheid en de kwaliteit die we als merk Bosch willen aanbieden. Een van de kernwaarden van Bosch is dat we willen bijdragen tot een verbetering van de levensstandaard en algemene veiligheid. In dit sportcomplex zien we dat dan ook in uitvoering, waar we zowel de branddetectie als het spraakalarmsysteem hebben kunnen aanbrengen. En daar zijn we dan ook bijzonder trots op.